Om ieder kind een kansrijke start te geven, werken gemeenten aan lokale coalities. Zij maken afspraken met de geboortezorg en andere professionals over hoe zij kunnen samenwerken in de periode voor, tijdens en na de zwangerschap. Hoe zijn ze gestart? Wij zijn gestart met een lokale coalitie Kansrijke Start in april 2019. Onze eerste stap was een gesprek met de GGD om eens te verkennen. En vervolgens hebben we vrij snel het VSV aan tafel gevraagd. En vervolgens hebben we ook kennis en begeleiding hebben we ook VAROS aan tafel gevraagd. Vanuit de geboortezorg zijn de eerste reacties goed. Zij zitten al samen in een verloskundig samenwerksverband. Daarin proberen ze op het medisch domein al heel veel te verbeteren. Maar juist die verbinding naar het sociaal domein, die wordt door ons en door hen ook als heel positief ervaren. Kuik bouwt de komende periode verder aan de lokale coalitie. Samen met adviseurs van VAROS voeren ze gesprekken met onder andere de GGD Hart voor Brabant en met het Verloskundig Samenwerkingsverband. Ik hoop dat deze samenwerking gaat opleveren dat de partners in het sociale domein en in de geboortezorg elkaar eerder en beter leren kennen, zodat ook die samenwerking een plus oplevert eigenlijk ten behoeve van de gezinnen. Nou, er zijn al best veel initiatieven om kwetsbare zwangeren te helpen, maar ik hoop dat we met de kansrijke start de verbinding kunnen maken en het samen kunnen gaan doen met veel meer resultaat. Ook Delft werkt aan een lokale coalitie Kansrijke Start. We hebben in Delft als ambitie met Kansrijke Start om in feite willen we alle kinderen in Delft zo goed mogelijk een start geven. Maar er is een bepaalde groep die in mindere gunstige omstandigheden het leven begint. En daar willen we zo goed mogelijk helpen. En daarom hebben we een coalitie gesmeed van verschillende partijen uit verschillende disciplines om samen zo goed mogelijk hulp te bieden en die start zo goed mogelijk te maken, zodat ze later in het leven beter terechtkomen. Voor de zomer 2019 zijn we gestart met een aantal partijen bij elkaar te brengen en met elkaar te verkennen in hoeverre we ruimte zagen om met elkaar een coalitie Kansrijke Start Delft te starten. En dan gaat het om de eerste lijn en de tweede lijn zorg, de zorgverzekeraar, maar ook om de jeugdgezondheidszorg en de gemeente en welzijnspartijen. Het is heel belangrijk dat er veel partijen betrokken zijn, omdat ze allemaal hun eigen perspectief hebben op een kind. En al die perspectieven heb je nodig. En daarnaast, doordat je in een coalitie zit, wil je als het feit, het woord is al vaak gebruikt, maar nog steeds heel belangrijk, ontschot werken. We zijn voor de zomer bijeengekomen om met elkaar te verkennen, is er voldoende draagvlak om een intentieverklaring voor te leggen aan de bestuurders van de verschillende organisaties. Dat heeft uiteindelijk op 9 oktober plaatsgevonden. Daar hebben de bestuurders getekend en daar de intentie uitgesproken dat zij zich hard willen maken voor een kansrijke start voor alle zwangeren en ouders in Delft. Binnen de coalitie Kansrijke Start Delft willen we met elkaar gaan verkennen aan welke opgaven we gaan werken. En dat willen we doen samen met professionals en inwoners. Dus denk daarbij aan zwangeren of jonge ouders. Om ook van hen te leren waar zij in deze fase tegenaan lopen en waar we de meeste aandacht aan moeten gaan geven. De gemeente Utrecht werkt al langer aan Kansrijke Start en organiseerde begin november een conferentie waar diverse partijen bij elkaar kwamen. Welke kansen ziet Utrecht? Nou, de kansen die ik vooral zie is dat we dingen op een andere manier gaan doen. En dat we nog veel meer de zwangere vrouw centraal stellen en het jonge gezin. Wat is er veranderd door Kansrijke Start? Sinds het actieprogramma Kansrijke Start weten we elkaar eigenlijk nog beter te vinden als zorgpartijen. Dus we zijn nog meer gaan netwerken. Dus het buurteam, het consultatiebureau, maar ook de kraamzorg en natuurlijk de verloskundige partijen en soms ook de huisarts erbij, weten elkaar gewoon beter te bereiken. Welke tips zijn er voor gemeenten die nog gaan starten? Ik zou zeggen, begin met het verzamelen van informatie die je al hebt. En ga met ouders in gesprek, met professionals. En probeer samen tot inzichten te komen. Je geeft elkaar de ruimte en tijd om even tot succes te komen. Maak het niet meteen te groot en accepteer dat je even moet zoeken met elkaar naar wat werkt. En vertrouw erop dat je samen resultaat gaat bereiken.